Vanmiddag, aan het einde van de middag, hebben we hier de stoffelijke overschotten aangetroffen van twee mannen. En die zijn zodanig verwond dat wij uitgaan van een misdrijf. Dus we hebben hier twee vermoorde mannen aangetroffen. Daar kan ik op dit moment niets over zeggen, over hoe we hier terecht zijn gekomen. We zijn nu wel bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. We werken daarbij van buiten naar binnen om zoveel mogelijk sporen te kunnen veiligstellen en ook om niets te vernietigen. En dat sporenonderzoek dat zal zeker vanavond, vannacht wellicht een deel van de nacht, maar morgen ook verder gaan hier op deze locatie. We staan hier inderdaad in het poldergebied van Hoge Zwaluwen in de gemeente Drimmelen. Het is hier de Hamseweg. Achter ons staat een klein vrijstaand huisje, wat op een terp lijkt het, zo in het donker te zien. En daar hebben we dus twee vermoorde mannen gevonden vandaag. Dat is natuurlijk allemaal een punt van zorg waar we ons de komende dagen over gaan buigen. Het is inderdaad een afgelegen gebied, maar soms heb je maar één getuige nodig die je verder kan helpen. Ons sporenonderzoek en tactisch rechercheurs zijn op dit moment ook op het bureau al druk bezig met achtergronden te checken en dat soort dingen. Ik ga niks zeggen over de wijze waarop we die mannen hebben aangetroffen en onder wat voor omstandigheden. En dat doen we niet omdat dat natuurlijk ook daderinformatie is. Dat is informatie die de dader of daders, want dat weten we op dit moment nog niet, kunnen weten. En we willen voorkomen dat zij straks of hij of zij hun verklaringen of de verklaringen gaan aanpassen aan hetgeen er in de media is verschenen.